Het is geen geheim dat Gerard Joling absoluut niet gecharmeerd is van linkse politici. De RTL 4-ster dreigt de afgelopen herfst zelfs te emigreren als Frans Timmermans de verkiezingen zou winnen. En ook op Sigrid Kaag heeft hij het al jaren gemunt. De zanger werd zelfs een keertje berispt toen hij haar aan tafel bij Humberto Tan uitschold voor heks. Nu moet Sigrid Kaag het weer ontgelden. Ze is een klima die roept Gerard in de oranjewinter. Als ik dan mevrouw Kaag zie, die gaat ook niet op de fiets naar New York voor haar nieuwe baan of wat dan ook. Medegast Jack van Gelder: Je moet toch nergens van opkijken bij D66. Daar heeft ooit een mevrouw op een tafel gedanst en die heeft die hele partij naar de kloten geholpen. Gerard: En die staat straks met Hamas te dansen daar op een tafel in de Gazastrook. Ik vind het doodeng dit. Kaag is deze week begonnen aan haar nieuwe baan als VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza, de thuisbasis van de terroristische organisatie Hamas. En daar gaat Kaag dus mee dansen, roept Gerard. Hij verwijst daarmee naar het bekende fragment van Kaag die na haar verkiezingswinst op een tafel klimt. Jack hoort de geopolitieke analyses van Gerard aan en merkt op: ja, ja, nou ja. Natuurlijk is het eng. Gastvrouw Helene Hendricks, kijk nou uit wat je zegt, Gerard. Gerard beseft wat hij zojuist gezegd heeft. Oh, dat staat morgen weer overal in Natuurlijk. Helene, ja, dat weet je. Rutger Kastrikum, ze gaat het opbouwen, hè, daar. Gerard, ze heeft er toch een puinhoop van gemaakt? Ze heeft twee jaar lang de reet gelikt van Rutte en andersom a hebben we toch nog een onderwerp te pakken waar Gerard wel verstand van heeft.